Bescherming kinderen en kinderrechten ook zorg Juspol, minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. Minister Stuart Getrouw benadrukt in de Nationale Assemblée, DNA, dat de bescherming van de kinderen en hun rechten ook de zorg is van het ministerie van Justitie en Politie, Juspol. Juspol heeft de zorg voor een effectieve rechtsbescherming en adequate veiligheid in Suriname, dit geschiet door de daartoe aangewezen organen. Hiermee beantwoordt hij de vragen van verschillende leden over de status van het jeugdbeleid. Getrouw legt uitgebreid uit wat het ministerie allemaal doet om kinderen en jeugdigen bewust en weerbaar te maken tegen de verschillende verleidingen en peer pressure. Juspol heeft in samenwerking met UNICEF het plan geschreven voor 2019 om een landelijk awareness-programma over geweld tegen kinderen en aanpak van jeugdcriminaliteit uit te voeren. De afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname en ook andere afdelingen van Juspol die belast zijn met de uitvoering van het jeugdbeleid. Zijn bezig met de uitvoering van voorlichtingsprogramma's via scholen en focusgroups in verschillende gebieden. Samen met UNICEF wordt ook gewerkt aan een toolkit. Waarbij de focus gelegd is op verschillende onderwerpen zoals seksueel misbruik, drugsgebruik, stoergedrag en social media. De doelgroep leert ook dat volgens het wetboek van strafrecht het maken en verspreiden van pornografisch materiaal strafbaar is. Het ministerie heeft in 2017 en 2018 eveneens met UNICEF een aantal voorlichtingsprogramma's over jeugdcriminaliteit, met name diefstal, drugsgebruik en porno, laten ontwikkelen door jeugdigen zelf. Deze hadden reeds een aantal volgers op Facebook en hebben de filmpjes gepost om zo de jeugdigen te bereiken en om hen bewust te maken over geweld tegen kinderen en jeugdcriminaliteit. Deze filmpjes hebben een groot aantal mensen en organisaties bereikt. Facebook kan ook positief worden gebruikt, alleen moeten wij de juiste tools aanreiken om bewust gebruik van Facebook te maken. We moeten ook de ouders en verzorgers bewust maken hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden en controleren in hun gebruik van social media, laat de minister weten. Jennifer Vreedzaam, NDP, wil graag een geïntegreerd jeugdbeleid zien. Zij haalt het project aan van het ministerie van Volksgezondheid, Healthy Schools, dat ook op de begroting staat. Daar zal ook de mentale zorg aan de orde komen. Ik vraag de minister om ook daarnaar te kijken met betrekking tot huiselijk geweld en het jeugdbeleid, stelt het lid voor.